Ze heeft geen Nederlands paspoort, ondanks dat ze wel in Nederland geboren is. De Nederlands-Chinese Chao Cheng-Chen uit Nijmegen. Vanwege strenge regels rondom het aanvragen van een paspoort, lukt het haar en vele andere Chinezen in Nederland niet om een Nederlands paspoort te krijgen. Ondanks hun verblijfsvergunning. Ik heb de Chinese nationaliteit van mijn ouders gekregen, omdat zij in China zijn geboren. En dan heb je niet uh, automatisch de Nederlandse nationaliteit ook al bij je hier geboren. En um, omdat ik die Chinese nationaliteit heb, um, moet ik voordat ik überhaupt kan naturaliseren, moet ik uh, Chinese documenten kunnen overleggen. Dus een Chinese paspoort of een Chinese reisdocument of iets in die trant. Die eisen die zij daar aan stellen, die zijn gewoon zo hoog en zo streng dat wij daar niet aan kunnen komen. En niet alleen wij, maar ook al die andere families. Het reizen wordt heel moeilijk gemaakt. Um, um, als je op, uh, op schoolreisje gaat, dan, uh, ja, dan word je toch een beetje uitgesloten, want uh, je kan niet altijd mee. Uh, ook een studie in het buitenland of een stage in het buitenland, dat wordt eigenlijk gewoon allemaal onmogelijk gemaakt. Um, en het stemmen ook natuurlijk, net met de verkiezingen. De afgelopen tijd was het daar echt uh, helemaal in de band van. Maar het zijn allemaal op, op meerdere vlakken merk je wel echt dat je wordt beperkt in je, in je kunnen en in je doen. En um, dat je toch wel duidelijk wordt gemaakt dat je niet helemaal Nederlands bent en... Uh, dat niet, ook niet kan worden op deze manier. Maandag ging Chen naar Den Haag om daar te demonstreren. Dat was dus een protest tegen, uh, tegen het beleid. Dus die eisen die worden gesteld aan bewijsnood. En we willen heel graag de aandacht vestigen. Zodat daar misschien nog een keer naar kan worden gekeken. En willen laten zien van, hey, we zijn niet de enige familie die in deze omstandigheden zit. Want kijk, we zijn met een groep van uh, 200 man. Ik wil vooral even afwachten hoe dit, uh, hoe dit uitloopt. Maar uh, mocht het, mochten we er uiteindelijk niks meer van horen. Dan, uh, dan denk ik niet dat we het hierbij willen laten liggen.